Robin Broos, goedemorgen. Goedemorgen. Wij waren al de hele tijd aan het babbelen. Het is ermee dat ik misschien wat van ver kwam, dat het wat leek. Maar... we hadden het wel over leuke dingen. Dat is wel waar. We hadden het over heel erg leuke dingen. Jij bent filmjournalist en jij komt het hebben over filmmuziek, wat ik wel heel tof vind. Want ik denk dat jij dat ook gaat zeggen. Een film is niks zonder zijn muziek. Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb dat eigenlijk al vrij snel als kind ontdekt, dat ik zo platen begon te kopen van de films die ik gezien had. En dan zag ik die films opnieuw thuis. Want ja... we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, denk ik. Videocassettes waren er al wel, maar niet elke film kwam meteen op video uit. Maar met die muziek kon je die film zo toch thuis opnieuw beleven. Ja, het is echt, er is weinig muziek die zoveel sfeer kan geven als filmmuziek. Ja, en neem ze weg en de film blijft niet overeind. Denk nu aan Jaws. Een film als Jaws. Probeer eens je te herinneren hoe vaak dat je die haai gezien hebt. Je ziet die bijna nooit in die film. En toch is die daar altijd. En dat is puur gewoon twee noten muziek van John Williams. Ja. Die constant spanning creëren en dat herhaalt zich eindeloos. En ja, daardoor heb je constant het gevoel dat die haai er is. Terwijl het hem er eigenlijk niet is. Zelfs niet. Morricone, misschien een van de allerbekendste. Kennen we allemaal wel. Vooral van deze legendarische muziek van de film The Good, The Bad and The Ugly. Dat is een soort van basis, hè? Dat is de basis van alles waar we mee moeten beginnen dan waarschijnlijk. Waar heeft Morricone zijn inspiratie gehaald, Robin? Dat is een heel leuke vraag. We hebben daar een leuke montage voor gemaakt. Het is eigenlijk een geluid van een dier, van een coyote. Nee. En ja, want het fragmentje staat klaar. Je moet het gewoon een keer eens beluisteren. Ja? We hebben het er gewoon... een goede vriend van mij, Tom Peters, heeft het erover geplakt. Ah ja, oké. Dat is echt daarop geïnspireerd. Het geluid dat je nu hoort is echt een coyote over het nummer geplakt. En ja, daar heeft hij zich op geïnspireerd. Oké. Okay, dus hij dacht, ik wil dat dierengeluid nadoen met instrumenten. Vanaf nu gaan we dat altijd horen. Morricone is ooit boos opgestapt bij de Oscars ook. Ja, hij was genomineerd voor The Mission. En dat was nog maar de tweede keer dat hij genomineerd was. Dat was 1987. Uh-huh. En hij ging er echt vanuit dat hij ging winnen. Ik heb zo een geweldige reportage teruggevonden uit Time Magazine van datzelfde jaar. Die reporter was naar Rome gegaan, naar zijn appartement, om hem te interviewen. En ergens in de keuken staat zijn moeder eten te maken. En die roept naar die reporter. Ja, het zal een keer tijd gaan worden dat die Amerikanen hem eindelijk een prijs geven. En dat had vorig jaar al moeten gebeuren. Uh-huh. En dus hij was nog maar de tweede keer genomineerd. Dus die ging er allemaal vanuit. Die neemt dat beeldje terug mee naar huis. En wie wint die avond? Herbie Hancock voor zijn film Round Midnight. Wat natuurlijk ook geen slechte filmmuziek is. Maar, vond Morricone, die filmmuziek, dat is veel jazzmuziek die gebaseerd is op bestaande muziek van vroeger. Dus, dat is geen nieuwe muziek. Dat is niet eerlijk. En hij noemde het zelfs diefstal. Oef, dat is zware woorden wel. Dus die staat recht uit zijn stoel en gaat weg. Dus het moment dat Herbie Hancock op het podium kruipt, staat Morricone rechts. Ja, voilà. Yo, bye. Ik ga even een frietje steken. Mag natuurlijk. Als we het hebben over filmmuziek, we hebben het met Robin Broos over filmmuziek, dan denken we ook meteen aan deze. Hè? Amélie Poulain. De accordeonmuziek van Jan Tiersen. Ja. Het is eigenlijk heel grappig hoe die in die film terechtgekomen is. De regisseur die had eigenlijk nog geen muziek voorzien. En op een dag na de opnames in Parijs rijdt hij met zijn productieassistent terug naar huis. En die productieassistent heeft een cd in de wagen steken van Jan Tiersen. Dus de muzikant die we net hoorden. En die regisseur is zo onder de indruk van dat klinkt als Parijs voor mij, dat moet het voor mij zijn. Dus de dag erop koopt hij al die platen en belt hij ook Jan Tiersen op, wil jij geen muziek maken voor mijn film? En die man had dat nog nooit gedaan, die zegt, ik heb daar eigenlijk niet zoveel tijd voor, ik ben met andere dingen bezig. Maar goed, ja, zeg mij wat dat ongeveer moet zijn of zeg mij wat je favoriete nummers zijn van mijn vorige platen. En ik herwerk dat wel en die maakt dus een nieuwe score, dit dus. Ja. Niet wetende dat dat zo'n waanzinnig succes ging worden, waardoor die man eigenlijk alleen nog maar daarop aangesproken wordt. Voor hem, die accordeonmuziek was helemaal niet het equivalent van Parijs. Voor hem was dat iets Keltisch, dus eigenlijk eerder iets Brits. En sindsdien wil hij niet meer met accordeon werken, omdat hij er zo'n dégoût van gekregen heeft, omdat hij constant aan die Amélie Poulain herinnerd wordt, terwijl hij eigenlijk helemaal niks heeft met die film. Echt overboefd van Amélie Poulain een beetje. Ja, zo zijn er nog wel mensen, hoor. Ja, dat heb jij nu toevallig gezegd. Als we het hebben over filmmuziek, ja, dan moeten we het ook even over James Bond hebben. Want deze week raakte bijvoorbeeld ook bekend dat de release van de nieuwe Bond nogmaals is uitgesteld. 2021, corona, bla bla. Maar die legendarische muziek van Bond, daar is ook iets mee aan de hand, Robin. Want die tune, die kennen wij allemaal natuurlijk. Maar er is discussie over.
Ja, dus wij denken allemaal dat John Barry de muziek van Bond heeft geschreven, omdat hij op zijn minst al de eerste 12 Bond-films van muziek heeft voorzien. Maar het is niet helemaal waar. Aanvankelijk had de Broccoli-familie, die dus al die films produced, die hadden Monty Norman gevraagd. Dat was iemand die theaterstukken van muziek voorzag. Die hadden hem bezig gezien in een musical. Ze vroegen hem om die muziek te maken en die zegt, een beetje zoals Jan Thiessen, ja, sorry, ik heb daar geen tijd voor, maar die had een veel beter plan. Die zegt, ik wil het wel doen als ik mee mag naar de set. En de set van die eerste Bondfilm was in Jamaica, dat had hij goed gezien. Dus die is mee op vakantie gegaan en die komt terug. Hij heeft wel muziek geschreven, maar dat was eigenlijk niet zo goed. Nee? Vragen ze... Oei, was dat dan dit? Nee, sorry. Maar het klinkt wel goed. Oké. Okay. Ja, ik moet het beter opbouwen, ik moet beter teken doen. Nee, is niet erg. Dus het was niet zo goed, ja? Ja, dus ze vragen aan John Barry, die op dat moment een grote... populaire muzikant is in Groot-Brittannië, om daar een nieuw arrangement van te schrijven. En dus eigenlijk zijn die twee nog altijd aan het betwisten. Wie heeft het nu eigenlijk geschreven? Want Monty Norman beweert, ik heb het geschreven. Jij hebt er gewoon een ander arrangement voor gemaakt. De ander zegt, nee, ik heb het gemaakt. Ik heb er gewoon nooit credits voor gekregen. Waarop dat Norman eigenlijk nu zelf een versie gereleased heeft, waaruit dat moet blijken dat hij het wel degelijk gemaakt heeft. Oké, en dat is dan deze versie. Ja. Oké. Wel, hoe zal ik het zeggen? Goedkoop. Dat is ook weer sterk uitgedrukt. Anders. En vooral de tekst. Dus hij zingt, ik ben geboren met een onfortuinlijke verkoudheid. En daardoor is mijn vader in de vijver gevallen en is hij gestorven. Vind ik goed. Ik vind dat een goede verhaal. Ik vind het een goede basis voor een nieuwe James Bond film. Dat vooral. Ja, het was geschreven voor een theaterstuk dat nooit opgevoerd is. Raar. Al die verhalen en nog veel meer andere verhalen over films en daar vooral bijhorende muziek vind je in het prachtige boek The Original Soundtrack. Zullen we een filmmuziekje draaien? Dat zou heel fijn zijn. Ik stel voor, ik zou kunnen zeggen, jij mag iets kiezen. Maar dat ga ik eigenlijk niet doen. Ik wil zelf graag Golden Eye horen van Tina Turner. Oké, weet je wie dat geschreven heeft? Ja, The Edge en Bono van U2. Staat hier op mijn blad eigenlijk gewoon. Robin Broos, heel erg bedankt. De Madame.